Je luistert naar het e-commerce café. Blijf vanaf nu altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen omtrent e-commerce. Schenk je favoriete drankje in. En luister naar informatieve blogs en posts. Leer van andere succesvolle e-commerce ondernemers. En blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Hier is uw host, Dries de Gelder. We zijn los, Tom. Nou, kom op. Ja. Welkom, Tom, in het Spellenhuis. Dankjewel. Misschien heb je de eerste podcast geluisterd. Zeker. Maar dat was van Steven Haan en Patrick ten Hoorn. Ja. In hun nieuwe winkel zitten we nu. Ze zijn onlangs verhuisd van de Zoutmanstraat naar de Torenstraat in Den Haag. Een prachtig pand waar ze spelletjes verkopen, waar je spelletjes kan spelen, waar je aan mee kan doen aan toernooien. Het is echt, je zei het zelf, een prachtige winkel. Het ziet er goed uit. Ja, toch? We zitten op de tweede verdieping. Zo groot is het hier. We hopen het niet gestoord te worden, maar als het wel zo is, is het ook goed, hè? Tom, je komt, yes. Of je woont in Den Haag. Ja. Ik heb niet zo snel kunnen achterhalen waar je vandaan komt eigenlijk. Geboren in het ziekenhuis in Eindhoven, maar getogen in Bladel. Kijk eens aan. In Brabant. De eerste helft van mijn leven, maar nu word ik al sinds mijn 18e zo'n beetje in Den Haag en omstreken. Oké, okay, kijk eens aan. Wat leuk. Zachter, je gaat er niet meer uit hoor. Nou, hou we zo. Je bent co-founder van Servers Biz. Ja. Je bent co-founder bij Eten Bezorgd. Ja. Je bent associate trainer bij Gladwell Academy. Je bent management consultant bij Plinkleen geweest en ook zelfs nog associate management consultant. Toch? Bij Kirkman Company heb je gewerkt als management consultant. Ja. De DNA Group, daar heb je stage gelopen. Ja. PNA. Van Landschot Bankiers en Museum voor Communicatie. Hier in die laatste moeten we misschien tegenwoordig niet meer noemen. Hè? Nee? Nee, is een beetje een fiasco op dit moment. Dat geloof ik ook, ja. Toen was het echt nog fantastisch. Oké. Okay. Nou, Tom, leuk dat je er bent. Ja. Service Biz. Kan je er iets kort over vertellen? Dat is nu een heel klein bedrijfje van 3 man, waar wij part-time nog wat activiteiten mee doen. Okay. Daar heb ik de afgelopen jaren wel voltijd aan gewerkt. Maar goed, zo af en toe moet je weer eens wat veranderen in het leven, dus in die fase zit ik nu. Van traditioneel zeg maar een IT-infrastructuurdienstverlener. En in de loop van de jaren zijn wij eigenlijk een beetje geschoven naar de online concepten en online diensten. Een beetje tegen de, niet hardcore e-commerce, maar wel tegen die online commercie aan. Dus we hebben wel nog een paar concepten, zoals Eten Bezorgd, maar ook Wil Graag Hebben. Bestellijstjes, waardoor je dan bijvoorbeeld weer bij bol.com uitkomt. Dat soort ideeën die ontwikkelen we. Oké. Okay. En nou hebben we er net nog heel even, tijdens de koffie even kort gesproken. Liet je even tussen de neus en de lippen doorvallen dat je in het verleden ook nog een webshop hebt gehad? Ja, dat is heel lang geleden is dit. Oké. Ik denk dat was in mijn studententijd, 2002, 2003, 2004. Oké, daar was je goed bij. Die tijd, ja. Ik studeerde informatica toen en dan kun je er leuk wat naast doen. En dan kun je achter de bar gaan staan of je kan een webshop beginnen. Jij deed allebei? Ik deed allebei, ja. Dat is bij de bar ook niet weg te slaan. Dus, precies. Maar dat was hartstikke leuk. Een klasgenoot die had een familieconnectie met een groothandel in IT-apparatuur. Okay. En die zeiden van ja, we willen een direct retailkanaal erbij. Toen zeiden we van nou, dat kunnen we regelen. En dat was in de tijd dat je nog in PHP gewoon helemaal zelf je webshop bouwde. Okay. Dus die hadden we helemaal zelf gebouwd. En, was Scratch ervan? Ja. Ja, en die hebben we dus een paar jaar geëxploiteerd. En dat werd dus eigenlijk ook continu doorontwikkelen? Dat viel toen maar mee. Hè. Dit was in die zin in de beginjaren van de e-commerce. Dan was het gewoon webshop hebben. Dit ging bijvoorbeeld dus om IT-producten. Dus alles van harde schijfkasten tot systemen en dergelijke. En dan was er één belangrijk, en die is eigenlijk nog steeds belangrijk. Dat is de Pricewatch van Tweakers.net. Nou, als je zorgt dat je daar je producten in... Tweakers.net was toen al populair? Ja, was toen al eigenlijk de beste index. Dus de Pricewatch die zij hebben, was toen, is eigenlijk nu nog steeds de beste index. Als het gaat om de producten van computerapparatuur.
Alles van randapparatuur tot systemen, dus tot laptops en dergelijke. Dus ja, als je wat ging verkopen, dan moest je zorgen dat je daar geïndexeerd was. En dat je daar de prijs in de gaten hield. En keek welke producten je dan kon zorgen dat je bovenaan stond. Kijk eens aan, goed bezig. En dan kwamen de klanten vanzelf. Ja, dat in die tijd nog wel, ja. Tegenwoordig ook nog wel volgens mij. Maar... Jawel, nou dat, goed, het is een belangrijk, speelt wel een belangrijke rol. En goed, dat hebben we een tijdje gedaan, totdat we afstudeerden. En, gaaf. Toen zijn we andere dingen gaan doen. Heb je een goede, daardoor een rijke studententijd gehad of was het gewoon... Nou, ik ben er niet gigantisch op binnen gelopen hoor, absoluut niet. Maar het was wel een hele goede ervaring. En slechter werden we er ook niet van. Nee, oké. Okay. Nee. Je kon je biertje betalen aan de bar. Ja. Daar gaat het dan toch? Hey Tom, wij kennen elkaar via JC Haaglanden. Ja. Daar ben je zelf ook nog voorzitter geweest. Dus ook een behoorlijke prestatie op zich. Ja, ik heb het overleefd. Nee. Ja, precies. Ja. Nee, dat is een fantastisch club. Ik zit er nog steeds bij. Ik ben al 8 jaar... Maximaal leeftijd gepasseerd, hè? Maar, ja, helaas. Daar doe je wel dit soort contacten op, hè? Dus wat dat betreft... Nog steeds interessant. Ja, als je nou even in de camera kijkt, hè? Als je nou onder de 40 bent en je bent een beetje ondernemend of ondernemer... en je wil jezelf ontwikkelen, een gave club vinden, zoek dat JCI eens op... en dan beland je in dit soort gesprekken. Zeker. Ja. En ik moet zeggen, ik was bij JCI pas op mijn 38e... ben ik ermee in aanraking gekomen. En ik vind het echt jammer dat ik daar zo laat pas mee in aanraking ben gekomen. Mm-hmm. Dus als je onder de 30 bent, ondernemend, en je hebt wat leuks gestudeerd, en je hebt wat te vertellen, en je wil wat bereiken. Ja. JCI, of JCI Haaglanden, ook nog maar gezellig. Als je hier zit wel, ja. In Den Haag. Place to be. Zeker. Hey, daar kennen we elkaar van. Ja. We hebben elkaar afgesproken dat dit geen interview zou worden, maar dat we gewoon samen een beetje gaan kijken. Ik gooi wat problemen op tafel en we gaan eens even kijken waar het schip strandt. Ja. Ja, toch? Lijkt me leuk. Een beetje hot item natuurlijk. Black Friday. En gisteren Cyber Monday. Zo vers is het. Dus dan weet je ook gelijk een beetje waar we zitten. We zitten 3 december vandaag. Ik weet niet wanneer we hem live gooien, de podcast. Dus, maar dat maakt niet zoveel uit. Hey, Shopify vertelde dat ze 900 miljoen alleen via Shopify winkeltjes hadden verkocht op Black Friday. Ja. Schrik je ervan? Of... Nee, de online bedragen zijn natuurlijk gigantisch op zich, maar meer het idee dat het zo ongelooflijk trekt. Ik ben benieuwd of we volgend jaar krijgen op dinsdag en dan het jaar erop op woensdag. En komt er elk jaar een themadag bij, totdat je de hele week vol hebt. Het zou wel slim zijn. Ja. Als het werkt. Nou ja, en als het echt aanbiedingen zijn, hè. Ja. Je ziet ook de stickertjes. De waarschuwingen dat de grote clubs in de weken voor Black Friday de prijzen langzaamaan omhoog schroeven zonder dat je het ziet. Ja. Om dan vervolgens eigenlijk soms zelfs iets tegen een hogere prijs te verkopen dan daarna. En dat is dan de aanbieding. Ja, mijn zoontje, die bracht ik van de week naar school en daar een klasgenootje, dus een moeder die werkt bij de Mediamarkt. En die moest dus vrijdag werken, maar die maakte zich al een aantal dagen zorgen over die dag die ging komen. Mm-hmm. Omdat bijvoorbeeld, volgens mij de PlayStation was voor €199 of zo. Ja. Dat schijnt echt belachelijk laag te zijn. En dan maak je wel, dan maak je wel een statement voor Black Friday. En dan denk ik van, als je je zo laat zien als bedrijf, dan snap je het wel. Ja, maar het is volgens mij ook van origine, Black Friday, de gedachte dat er een paar producten ook gigantische aanbieding zijn. Ja, maar bij de webshop zie ik, moest vorige week toevallig een paar dingetjes hebben en ik zat even bij Amazon te kijken. En het is alsof alles in aanbieding is. En dan overal 15-20% ervan af, zeggen ze. Ja. Het zijn ook geen gigantische aanbiedingen. Nee. Het is meer gewoon een normale saleperiode. Ja. Dus is het nou zo spannend? Mensen laten zich gek maken, hè? Marketing is makkelijk. Nou, het is natuurlijk ooit wel begonnen als echte knalkortingen. En volgens mij, als je natuurlijk vanuit sommige fashion brands die nog enorme stokken hadden liggen en dan, weet je wel, wat normaal €100 kost en over een tientje wegdoet, hun ruimen het magazijn leeg en ze hebben een leuke dag en een leuke omzet. Ja. En zijn allemaal weer eens in je winkel geweest. Dat was even via Shopify, maar 7,4 biljard volgens Adobe Analytics is er afgelopen vrijdag omgezet. Hebben ze druk bij PostNL? Ja, dit is via Adobe Analytics. Dus het is waarschijnlijk voor de Amerikaanse
tak, denk ik. Dat wordt ook wel in Nederland gebruikt hoor, door Benelethics, maar alleen door de exploten. Oké, ja, precies. Maar ja. Dus ik weet niet of het nou puur op de United States is of dat het globaal is, maar dan nog. Ja, het begint wel een wereldwijde trend te worden, dat Black Friday. Zeker, want ik geloof dat ook AliExpress ermee deed en mm-hmm. al die grote partijen, ja. Jongens, en Wish, die deden ook allemaal mee. Ja. Oké. Okay. Weet jij ook het verschil tussen Black Friday en Cyber Monday? Ja, officieel gaat het dan om het type product, hè? Maar daar heb ik voor de Black Friday niks van gezien. Nee? Nee. Of, jawel? Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo heel fanatiek aan het ik heb altijd begrepen geweest, dat... Dus ik heb er niet... Black Friday is meer voor de consument. En Cyber Monday is meer de kortingdagen voor de ondernemer eigenlijk. Dat je goedkoop software kan kopen, SaaS-producten in de aanbieding, software in de aanbieding. Maar welke denk je dat er beter gepresteerd heeft? Ik heb het vanmorgen opgezocht. Wie heeft toch de consument? Black Friday gewonnen van Cyber Monday? Ik denk het wel. Ja? Nou ja... Er zit een verschilletje van 2 miljard. Nou ja, de volumes in de zakelijke markt zijn natuurlijk een stuk groter, hè? 1,5 miljard. Dan zal het wel Cyber Monday zijn. Ja, dat is inderdaad Cyber Monday. 1,5 miljard. 9,2 volgens mij, 9,4. Het is vanmorgen opgezocht. Wauw. Ook via Adobe. Nou, dat is toch wel een ding, die Cyber Monday. Ja, je kan zeggen het is lullig, maar die kortingen slaan nergens op. Maar je moet toch maar eens aan mee gaan doen. We happen toch. Ja, maar je kan het ook niet meer bijhouden, hè? En dat is natuurlijk ook de klacht overal. Dat, als je kijkt naar de geavanceerde methodes qua pricing en marketing die de bedrijven er tegenaan gooien, kan jij als consument, je kan het niet meer bijhouden. Nee. Je weet niet meer wanneer de vluchten het goedkoop zijn, wanneer producten het goedkoop zijn, wat dan ook. En wat allemaal de addertjes onder het gras zijn. Nee, inderdaad. Dus er zitten, bij de grote bedrijven zitten er tientallen, honderden mensen aan te sleutelen. Ja. Product managers, pricing managers, iedereen die daar 40 uur per week mee bezig is. Ja. En jij bent in je eentje. Ja. Maar het is me ook inderdaad, als consument zijn, is maar net wat je nodig hebt. Als ik even naar mezelf weer ventileer. Zoals je weet is Max onlangs geboren. Ja. Dus we zitten midden in de luiers. Ja. En Kim heeft gewoon vrijdag luiers gekocht. Of ze eerst omhoog gegooid hebben, maakt niet uit. Dus ik kreeg ze voor de helft van de prijs. En dat is, scheelt gewoon een hele duit. Het is, ja. En of het dan de helft is, dat is dan best wel een aanbieding denk ik voor Black Friday. Maar of het nou 10% is of 20% is, als jij het net nodig hebt, kan het wel heel interessant zijn. Of kan dat net een verschil maken waar je hem wel op die dag koopt. Ja. Ja. Misschien zou het wel een advies zijn voor de consumenten. Maar we moeten dan niet gewoon iedere laatste vrijdag van de maand Black Friday doen? Eigenlijk wel. Ja. Even gewoon uit te verkopen. Ieder kwartaal. Maar dat betekent eigenlijk dat je gewoon voor Black Friday, die weken daarvoor, uitgestelde aankopen. Omhoog. Ja. Dus stel dan uit op Black Friday. En dat gebeurt waarschijnlijk al. Dus eigenlijk zouden we ook de cijfertjes moeten vergeten van, oké, wat is het gemiddelde online besteding? Ja. En hoe zijn die dagen daarvoor? Ja, dus als je naar de cijfers van heel november gaat kijken, dan zie je dat daar eigenlijk een dip ligt. Ja. Iedereen stelt zijn grote aankopen, die PS of wat dan ook, die koop je niet in het begin van de maand. Die kan wel 4 weken wachten, die koop je op Black Friday. Ja, maar moet je mee als ondernemer? Want ik heb ook wel eens gehoord, Black Friday, als je als ondernemer daaraan meedoet, dat je geen cent verdient. Als je iets wil betekenen voor Black Friday. Ja, dat ligt eraan wat voor soort ondernemer je bent, denk ik. Of wat voor soort winkel je hebt. Als jij in de sterk concurrerende markt zit, als je Coolblue bent, dan moet je waarschijnlijk mee. Omdat anders je klanten een keer ergens anders kopen, dan heb je dus ook het risico dat ze permanent overlopen. Ja. Als jij in een niche-markt zit, we zitten hier bij Spellenhuis, die toch een hele andere propositie hebben. Ik denk dat die niet per se mee hoeven te doen. Nee. Dus ja, zit je in de massaproducten of zit je in de gespecialiseerde producten? Ja. Als je in de massa zit, dan moet je wel. Dan zal je mee moeten. Ja. En dat is ook de bedreiging met het concurreren met de grote bedrijven natuurlijk. Ja, nou zeker hoor. Ik zei dat vroeger al tegen mijn werkgever toen ik ooit nog in de koffie zat. Toen had je van die beurzen. En die beurzen die leverden niks meer op. Ja. Ik zei, maar als je er niet gaat staan, weet je dan wat het je gaat kosten. Ja. Dus, daar heeft hij toen ook over nagedacht. Want weet je wel, ze gaan gewoon als je concurrent er wel staat. Dan ga je dan wel een bakje doen en dan ga je dan wel even een kopje koffie en even een handje schudden.
En het hoeft dan niet op korte termijn gelijk de resultaten te leveren, maar op lange termijn waarschijnlijk wel. Ja, dus ik denk wel ook dat bijvoorbeeld de grotere clubs of hun hele supply chain meer onder druk zetten om daarin mee te gaan en eigenlijk mee te delen in de pijn die ze zelf creëren. Ja. Of gewoon mensen ook hebben die een oogje open houden voor die goede deals om te kijken dat ze ergens in het kwartaal daarvoor gewoon bulk kunnen inkopen. Ja. Als zij ergens een kaveltje kunnen opkopen, dan hebben ze ook iets wat ze op Black Friday kunnen wegdoen. Ja. Nou ja, heb je daar als kleinere ondernemer nog de tijd voor om daar ook nog op te letten? Dat zou je wel moeten doen dan. Ja. Maar misschien is voor de kleine ondernemer met veel producten misschien dat ze gewoon juist één product uitpikken. Daar massaal mee gaan adverteren of een goede actie hebben. Ja. En daar misschien een kiet of een kleine verlies op pakken. Maar ondertussen aan de andere kant producten met winst de deur uit. Ja, zeker als je een paar maanden daarvoor al voor een topprijsje een paar pallets kunt inkopen. Dan heb je die gewoon in de hoek staan om die voor Black Friday in te zetten. Ja. Als je iets ziet langskomen, zou ik het doen. Oké. Okay. Voor jou, Tom, Black Friday een ding of niet? Jawel, zeker wel. Nou, wat ik zeg, een van de dingen die wij doen is wil ik graag hebben. Dat zijn wensenlijstjes. Ja, en die wensenlijstjes worden gebruikt voor alles van verjaardagsfeestjes tot Sinterklaas en Kerst. Dus wij zien ook wel in het laatste kwartaal een piek. Ja, oké, okay, ja, duidelijk. Ja, zeker. Dus, dat is een mooie periode voor ons. Ja, ja. Is dat een gratis toeltje dan? Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, kun je gratis gebruiken. Een soort affiliate zit er. Ja, het is een affiliate systeem. Dus, nice. Voor de gebruiker is het gratis. Ik zeg, zeker voor de wensenlijstjes voor kinderfeestjes en dergelijke worden bijvoorbeeld veel gebruikt. Mm. En dan kan je heel makkelijk linken naar de producten bij Bol. Oké, okay. We hebben hem niet op ons lijstje staan, maar over affiliate marketing. Google AdWords, Facebook, er wordt niet meer te betalen. Affiliate marketing schijnt de oplossing te zijn. Nou ja, het is natuurlijk ook de vraag hoe lang affiliate sales nog doorgaan. Ja, maar daar komen elke dag wel weer nieuwe bij. Als ondernemer, hè? Ik bedoel niet als jou als affiliate bedrijf, waar jij dus verdient weer aan de adverteerders. Maar als adverteerder, zeg maar, om affiliates in te zetten. Als jij te veel vraagt en die komen weer gewoon 20 anderen voor jouw prijs vinden, dan ben je gauw exit. Ja, maar als je naar de brede trend in de markt kijkt, dan zie je zeker voor de massaproducten, waar dit soort dingen als affiliate heel interessant kan zijn, dat je steeds meer consolidatie krijgt. Je wil steeds meer hebben over de Bols, de Amazons, de Coolblues en dergelijke. Nou. En hoeveel affiliates hebben zij nog nodig, omdat ze zo'n hoge merknaambekendheid hebben, dat als jij zegt van nou, ik moet een nieuwe prullenbak hebben, ga je dan nog bijvoorbeeld eerst naar Google? Om via Google op een siteje te klikken die jou uiteindelijk bij een van die drie uit laat komen? Ja, geen idee. Of zeg je gewoon browser openen, bol.com, zoek, prullenbak, klik, gaan. Dus er is een kans dat die markt dusdanig vernauwt en we het hebben over een paar grote spelers. Ja. Prullenbak staat misschien een slecht voorbeeld hierin inderdaad, maar ik begrijp wel wat je bedoelt, ja. En dan heb je ook, dan hebben zij ook die affiliates niet meer nodig en dan zijn zij zo dominant dat nou, als we dat weer even dus naar, we zitten toch in het spellenhuis, de spellenwinkel, spellen speciaalzaken natuurlijk. Hier zit echt niche, als je hier ook ziet, er staat hier niet één bordje Monopoly of Stratego of Risk, zeg maar. Het zijn allemaal andere spellen, dus het zijn allemaal... Kijk, die spellen snap ik. Daar ga je voor naar bol.com en dat soort zaken. Maar ja, echt spellen die er te doen, die echt leuk zijn. Die vind je ook vaak bij gasten die een leuke blog hebben geschreven over het spel. Misschien wel een video uitleggen of misschien wel een keer gespeeld hebben. De review sites. Ja. En dan, als je daarop kan adverteren, dat wordt denk ik wel de toekomst voor dit soort winkels. Het adverteren, het schrijven van advertorials, gewoon betaalde reviews. Ja. Maar uiteindelijk inderdaad het doorlinken van, nou, als je spel leuk vindt, klik dan hier. In die markt, daar blijft affiliate sales een heel belangrijk ding. Zeker. Maar goed, het is gewoon echt een kickback. Als jij ze doorstuurt. Toch leuk hoe we van Black Friday op affiliate marketing zijn gekomen, Tom. Nee? Ja. Oké. Okay. Amazon. Ja, die is de deur aan het opengooien in Nederland. Ja, bedrijven worden al verzocht om spullen op hun marketplace te zetten. Mm-hmm.
Ze hebben al flinke deals met PostNL en PostNL is er flink op ingegaan. Die hebben zelfs extra distributiecentra ingezet. Okay. Wat denk jij? Is het een kans of een bedreiging? Nou, ik denk dat Amazon wel behoorlijk zijn omzet gaat vergroten. Ik bedoel, je kon nu ook gewoon in Duitsland of in Engeland je producten bestellen en het overgrote deel werd ook gewoon naar Nederland gestuurd. Ik heb vorige week toevallig nog een bestelling bij Amazon geplaatst. Okay. In Duitsland. En mijn 5 producten worden verdeeld over 2 pakketjes. Het ene pakket komt uit Engeland, het andere pakket komt uit Duitsland. Okay. En dat komt gewoon in Nederland aan. Okay. En dat was van het hele lijstje. Bestel je veel via Amazon? Nee, nauwelijks. Maar ik moet nu toch nog nooit dingen besteld. En zo af en toe wel boeken en dergelijke. Ja, okay. Dus ik ga nog waarom papieren die niet boeken. Is een beetje om het even. Okay. Dat, als consument maakt het omdat je zelf net het voorbeeld geeft dat je in plaats van affiliates liever Bol indikt dan een Google gaat kijken. Ja, nee, maar het is gewoon top of mind. Hè. Okay. En het zijn we allebei wel bedrijven die bij mij redelijk top of mind zijn. Maar ik denk dat gewoon met een echte Nederlandse site, die voor mensen die het gewoon graag echt in het Nederlands hebben, goed te gebruiken is. De Duitse site is leuk, maar dat is half Duits, half Nederlands. En ja, een drama. Slecht vertaalde beoordelingen en dat soort dingen. Ja, dat gaat hun verkopen wel enorm stimuleren. Zeker. En ze kunnen nog steeds alles gewoon uit Engeland en Duitsland versturen. Ja. Okay. Dus dat gaat ook veel voor de rest van de markt betekenen. Absoluut. Maar is het dan een kans? Of een bedreiging? Ik denk toch 40% kans, 60% bedreiging. Voor de bestaande markten. Oké. Okay. Ja. Voor de retailers. Ja. Nou ja, Amazon heeft ook wel een reputatie. Ze zijn een marktplaats, net als Bol. Dus je kan daar ook gewoon je eigen producten opzetten. Maar wat mij bijvoorbeeld opviel toen ik vorige week bij ze aan het winkelen was, is dat ik echt niet producten kan sorteren of goed gaan filteren of wat dan ook. Je krijgt ze echt getoond op de volgorde waarop Amazon ze je wil tonen. En er staan bijvoorbeeld hun eigen merk, de Amazon Basic en dergelijke, staat altijd hoog in die lijst. Ja. Dus het idee van een marktplaats is leuk. Maar op het moment dat de leverancier van de marktplaats ook met zijn eigen merk met alle andere leveranciers concurreert en de ruimte heeft om zichzelf te bevooroordelen en niet wordt beperkt door een concurrentieautoriteit omdat ze geen monopolie hebben, dan is het wel riskant om daarop in te zetten. En als ik daar een parallel mag trekken. Dus ik zeg, Eten Bezorgd, een van de bedrijven waar wij mee actief zijn in de maaltijdbezorgdmarkt. Daar zien we natuurlijk heel veel restaurants die aangesloten zijn met Thuisbezorgd. Ooit van, joh, mooie nieuwe extra inkomstenstroom. En nu zit er een hoop die zijn daar echt van afhankelijk. Ja. En die ook in zekere zin gewoon zeggen, als Thuisbezorgd besluit om ons te schrappen, dan kan ik binnen een maand de deuren sluiten. Ja. Zo'n groot percentage van mijn omzet komt. Of als we een paar keer slechte reviews gehad hebben door een concurrent die ze invoert. Ik weet niet of dat een beetje wel is gezien. Dat weet ik niet. Dat zie je natuurlijk bij Uber, dat het een bedrijf is. Bijvoorbeeld in de taxikant en de maaltijdbezorgkant en dergelijke. Die heel hard zijn, dat je echt die 4,5 ster moet handhaven. Anders ben je weg. Nou ja, op Thuisbezorgd ben je vanzelf al weg. Want je wil eigenlijk geen vreten hebben van een tentje wat maar 3 sterren heeft. Ja. Dus of hun je nou weghalen. Maar tenminste, ik als consument ga daar niet bestellen. Ja. Maar wat je dan vaak ziet, is dat ze dan komen ze weer, bestaat niet meer. En dan hebben ze een nieuw BV'tje of een eenmanszaakje opgericht met een ander naampje. En dan zitten ze weer opnieuw op Thuisbezorgd. We hebben vooral veel zaken die zeg maar op B of C locaties zitten. Die niet in een uitgaansstraat zitten waar ze s'nachts nog een hele hoop binnenlopers hebben en dergelijke. Die inderdaad echt failliet zouden gaan als Thuisbezorgd ze eraf haalt. Of heel ver wegduwt in de ranglijst. En datzelfde heb je bij wijze van spreken bij een Bol of bij een Amazon. Als je daar je spullen verkoopt. Je denkt, dat is lekker makkelijk. En daar zitten mijn klanten al. Dus dan ga ik ze daar gewoon verkopen. Ja, je creëert wel een afhankelijkheid. En die afhankelijkheid kan zomaar een verslaving worden. Mm. Dus daar zit het risico volgens mij. Oké. Okay. Hey, wat denk je wat de gevolgen zijn voor Bol.com? De komst van Amazon. Als ze echt die marketingmachine open houden. Nou, die,
die krijgen er maar een geduchte concurrent bij. Die zitten volgens mij direct aan elkaars vaarwater. Ja. Dus de meeste nou, hebben een vergelijking. Zeg maar, ik heb 10 jaar geleden ooit al een keer, ik weet even niet meer, volgens mij is die nu hoofdmarketing bij bol.com. En die heb ik toen 10 jaar geleden iets gevraagd gezet, ben je bang voor Amazon? Zei die toen. Ja, hij was gewoon, ja, tuurlijk. Ze waren er 10 jaar geleden al mee bezig. Dat was van, ja, wanneer komen ze? Het was meer de vraag van wanneer komen ze? Of dan dat ze komen, wisten ze wel. Maar dat het nog 10 jaar geduurd heeft, dat is een aantal dat ik niemand verwacht. Maar bol.com heb je wel een soort van transitie door zien maken de laatste 10 jaar. Want ze hebben zich meer naar de high-end geprofileerd. Ja. Echt gewoon wat duurdere producten en hogere marges gepakt. Je ziet dat V&D heeft het bijvoorbeeld niet gered, omdat hij gewoon in dat middensegment zit. Ja. Amazon zit echt in dat onderste segment. Mm-hmm. En hun willen zich daarboven positioneren. Dus misschien is dat een redding geweest. Nou, ik denk dat je niet verbaasd moet kijken als je van Bol een enorme draai ziet. Waarbij zij het synergievoordeel met de rest van de Ahold groep gaan proberen te gebruiken. Ja. Vorig jaar was er bijvoorbeeld een gerucht dat Amazon aan het kijken was om Deliveroo over te nemen. Omdat ze met hun last mile bezorgkosten zaten. Je ziet dat Uber kijkt naar alles wat een beetje in de bezorghoek zit. Hm. En dat ik als Uber taxi klant doodgegooid word met de kortingscodes voor Uber Eats. Omdat ze ja, vanuit dat contact wat ze al hebben met consumenten proberen ja, de parallele verkoop te doen. En, ja. En bij de bij de Albert Heijn kant zie je natuurlijk ook dat de bezorging bij consumenten thuis, niet meer winkelen in de supermarkt, maar gewoon online, dat enorm toeneemt. Dat jij daar ook die bezorging voor nodig hebt. Ja. Daar zit wel een potentieel onderscheidend vermogen. Voorlopig in ieder geval, want dat is natuurlijk ook een reden waarom Amazon in Amerika Whole Foods overnam en eigenlijk ook op die strategie zit. Dus zij zijn wel vergelijkbaar op een hele hoop vlakken. Alleen is Amazon vele malen groter. Ja, ja in Nederland nog niet. Ik denk dat ze wel een concurrentje hebben aan bol.com. Als, met Albert Heijn, als conglomeraat, die kunnen er inderdaad wel een aardig budget tegen aangooien als ze dat echt willen. Ja. Dan weet ik niet hoe dierbaar de Nederlandse markt voor ze is. Ja, dat is natuurlijk ook maar zo'n vanuit een Amerikaans perspectief denken ze ook van ja, weet je, dat hoekje. Ja, maar ja, als je nu gaat kijken, alle, hoe heet dat? Personeelssites, vacaturesites, staat helemaal vol met Amazon advertenties en dat soort zaken. En je ziet nu ook al berichtjes komen voor advertenties naar ondernemers toe van probeer eens wat producten op onze marktplaats, want we gaan komen. Nou ja, ik denk een ander deel waar ze onder druk komen te staan, als jij nu je producten via Bol verkoopt, vanuit jouw perspectief als winkelier, ja. Waarom zou je het niet ook op Amazon verkopen? Ja. Risicospreiding. Ik bedoel, deze jongens maken ook gebruik van PostNL, DHL, TNT, van iedereen. Ja. FedEx. Ja. Dat is ook risicospreiding. Ja. Dat is niet alleen maar capaciteit. Ja. Dus ja, waarom zouden wij als of zouden retailers niet hetzelfde doen? Ja, nou ja, zeker. Ben je bekend met de marges die bol.com rekent aan hun ondernemers? Of, nee. Dus je betaalt zeg maar 15% marge. Mm-hmm. Plus 1 euro per product wat je verkoopt. Hmm. Dat is fors, hè? Forse bedragen, ja. Ja. Oké, okay. En dan moet je, als je het bij bol.com de voorraad neerlegt, dan betaal je niks aan verzendkosten. Ja. Doe je het zelf verzenden, krijg je zelf de verzendkosten, hè? Zakken ze niet in je marges of wat dan ook? Nee, maar de voorraad via Bol laten gaan, daar rekenen ze ook nog voor, toch? Ja, dan voor je voorraad neer te leggen, dat soort zaken. Ja, zeker. Nou is Marco Konings, heb ik van de week een filmpje gezien op LinkedIn. En die legde uit dat eigenlijk Amazon bol.com een soort van op de knieën legt dat ze wel dadelijk gaan moeten zakken met hun prijzen. Ja. En hij heeft uitgelegd waarom, want hij zei, ja, eigenlijk is het heel simpel. Bij bol.com betaal je minder lichtgeld en is het verzenden gratis. Of minder betaal je als je via hun betaal je maar 4 euro verzendkosten of zo. Hmm. Als je je eigen verzendkosten moet betalen, ga je er dik overheen. Dat betekent dus op een product van 30 euro dat jij al 3 of 4 euro meer marge hebt. Dus het wordt voor de consument ook aantrekkelijk. Dus dat product wordt goedkoper.
in Nederland, omdat het al in Duitsland al goedkoper is. Dus ga je het in Nederland ook goedkoper doen. Dus dat betekent dat Amazon dadelijk altijd goedkoper is qua prijs. Dus moet bol.com ook met die prijs omlaag. Denk je dat ze dat gaan doen? Ja, de vraag is of dat ze nodig hebben. Nou ja, het is hetzelfde als dat waarom koop je bol.com, dat het vaak goedkoper is. Dadelijk is heb je dezelfde service bij Amazon en het is dan nog een paar euro goedkoper. Ja, maar met de bekendheid die Amazon heeft, de naamsbekendheid, is het de vraag of zij voor een goed marktaandeel daadwerkelijk een race to the bottom op prijs moeten gaan handhaven. Of dat ze gewoon zeggen, we zorgen nee, dat gaat automatisch. Dat we gelijke prijzen zo'n beetje met Bol hebben. Ja, maar Amazon bepaalt de prijs niet. Dat bepaal jij als ondernemer. Ja, oké. Okay. En als jij natuurlijk als ondernemer daar zo meer marge kan... Als je mee wil doen gelijk met de Duitse markt... Wat nu een product in Nederland kost, zeg maar, 35 euro... Dan zie je al in Duitsland voor 29 euro. Dat komt door die marges van... Omdat Amazon goedkoper is. En omdat die marges van Bol.com zo hoog zijn. Als, dat, ja. dus... als de ondernemers slim zijn, dan doen ze het. Ja, er zijn ook genoeg ondernemers die zeggen, oh wacht, hou ik 4 euro meer aan over. Ja, dat kan ook. Ik maak de prijs gewoon 4 euro hoger. Ja, maar dan zien ze dus in Engeland en Duitsland, hey, dat product kan ik dan ook, of een product als ik het via Duitsland laat komen, is hetzelfde prijs. Ja. Dus ze moeten wel mee. Ja, dan krijg je een race naar beneden en die kan Bol nooit winnen. Nee. Okay. Je kan Ahold niet winnen. Dat denk ik ook niet. Nee, Amazon is financieel gezien zo groot. Ja. Jeff Bezos kan in zijn eentje Ahold overnemen, denk ik. Ja, dus die kunnen ze uithongeren als ze willen. Ja. Ja, zeker. Maar hoewel Albert Heijn ook geen kleintje is, geloof ik, wereldwijd gezien. Nee, maar Albert Heijn zal ook niet failliet gaan, van Ahold. Maar er komt wel een punt waarop je dan als Ahold zegt van ja, moeten we nog wel daar geld in of met die prijzen gooien. Mee. Of met die prijzen mee. Ja, maar het is verslavend, hè, die inkomsten. Dat is waar. Ja, dan moeten ze ook serieus kosten gaan snijden. Ja. Oké, okay. Wat denk je de gevolgen zijn voor de retail? Daar heb je het al een beetje kort over gehad, maar... Voor de retail zelf? Ja, ik weet niet of er Amazon zelf, de komst van Amazon zelf, nou heel veel verandert ten opzichte van Bol.com het feit dat we Bol al hebben. Als het nou helemaal nieuw was... Ja. Maar we hebben Bol al. En een van de onderscheidende factoren van Amazon, waardoor ze bijvoorbeeld zo goed doen in Amerika, is in Nederland niet zo heel relevant. Daar is iedereen Amazon Prime klant, omdat ze dan echt die next day delivery krijgen. Die in Amerika vanwege de afstanden helemaal niet zo gebruikelijk is. Ja. Maar ja, hier in Nederland met afstanden zie je dat je binnen 1-2 dagen meestal je pakketje wel hebt. Ja, het heeft wel nog wel wat voordelen hoor, als Prime klant geloof ik. Ja, maar het is wel een van de... En dan krijg je weer het Amazon televisieabonnement, de streamingdiensten. Ja, misschien dat ze daar ook wel wat klanten mee gaan trekken. Maar ja. Dus, het is niet alsof het helemaal nieuw is. In de algemene zin, ja, er zijn wel een paar grote. Hè? Je hebt Bol, je hebt daar Amazon, Coolblue bijvoorbeeld op een hele hoop populaire producten. Er zijn een hele hoop andere webshops die toch een beetje hun bestaansrecht gaan verliezen. En het gaat om naamsbekendheid. Het gaat om prijzen. Daar heb je inkoopkracht nodig. En daar moet je grote volumes voor doen. Daar moet je de mediamarkt achter en dergelijke. Dus de lokale Nederlandse zaken. Ik vrees wel dat die het moeilijk gaan krijgen. We krijgen heel veel consolidatie. Gaat mond op mond het winnen van Amazon? Niet voor de bulk. Laat ik je een voorbeeld geven. Ik zit dit weekend ben ik met 4 vrienden naar de heide geweest in Ermelo. Ja. En onderweg daar naartoe komt er sprake over, we hebben het over tv's in de auto. Ja. Ja, al mannen praten, ja, groter, groter, groter. Maar afijn, ze willen een nieuwe tv kopen. En toen zei eentje, waar ik dankzij hem ook mijn tv heb gekocht, dan moet je weer naar die winkel. Daar moet je gewoon, je moet ze eerst bellen of er naartoe gaan. Online adverteren ze niet met de hoogste prijs of met de laagste prijs. Ja. Die mogen ze namelijk gewoon simpelweg niet communiceren. Want anders draaien ze de nek om bij mediamarkten, dat soort dingen. Dus worden ze op de vingers getikt door de fabrikant. Ja. Als je nou wel naar die winkel gaat, of ze even belt, dan krijg je de echte prijs door. Het scheelt gewoon 200 tot 300 euro met de laagste prijs online. Ja. Top service. Ja. Ik heb zelf ook mijn tv er gehaald. Top service. Op een gegeven moment belt hij me nog op ook van, joh,
Dus je moet nog even een kaartje invullen, dan krijg je nog 100 euro cashback van de fabrikant. Ja, maar dit moet je net weten. En veel mensen weten het niet. Ja, dus mond op mond. Wint dat het, gaat dat het winnen? Ik denk het uiteindelijk niet. Er zijn een hele hoop mensen die toch gewoon online... TV is echt weer zo'n... Ja, maak er een tabelletje van, vergelijk ze, zet die specificaties naast elkaar en dan zeg je gewoon van, nou, dit vind ik de beste prijs-kwaliteit verhouding, doe mij die maar. Ja. Maar dat is dus wel het verschil tussen de bulk en de niche dingen. Dus daar waar je advies wil hebben, kleding is natuurlijk ook alweer aan het verschuiven, dan denk je van, dan ben ik nog in de winkel even passen, maar dat zie je ook steeds minder worden. Maar het gaat om de producten waar je... Ja, maar je toch gewoon die weer even in de handen gehad hebben. Je wil even vergelijken, je wil er professioneel advies bij hebben. Maar dat zijn, ja, dat is niche. Dat is niet je wasmachine, dat is meestal niet je tv. Tenzij je echt weet dat je de goede deals kan krijgen. Ja, bij de keukens weet je ook dat alleen IKEA je de bodemprijs geeft. En bij de rest moet je echt naar de winkel. Ja. Omdat je er dan nog 60% vanaf kan halen. Ja. Maar ja, anders zou je die ook online kopen. Ja. En uittekenen. Dus ja, je moet in de boutique kant zitten. Ja, daar komen we later op, volgens mij. Ja. Ja. Oké. Okay. Toch? Je had die opgeschreven. Ja. Ja. Hey, dan heb je een picknick, die is ook lekker bezig. Ja. Mooi model. Wat zeg je? Mooi model. Ja. Maar ik weet niet of je het gezien hebt, maar in Amerika hebben we nu Amazon Fresh. En als je, wat zei je, premium account hebt, dan wordt het allemaal gratis thuis bezorgd. Ja. Ja. Ja, dat... Gedoemd te mislukken, of... Nee, maar dat is... Dit krijg je steeds meer. Dit krijg je steeds meer. Ik bedoel, je hebt de discussie over wat er met de auto's en zelfrijdende auto's gaat gebeuren. En dan zeg je misschien wel als eerste van, ja, maar juist op het platteland hou je nog vaak die auto. Ja, maar ook daar wordt gewoon bezorgd binnenkort. Ja, precies. En ook deze dingen allemaal. Elke dag dus online bestellen, kom elke zondagavond brengen, dan ben ik toch thuis en dan kan ik niet meer naar de supermarkt, heb ik geen auto meer nodig. Dit zijn wel concepten die heel veel gevolgen hebben. Je ziet bijvoorbeeld dat Jumbo en Albert Heijn en zo zijn al die winkels aan het ombouwen. Naar die experience centers waar de winkelschapruimte wat minder wordt en je meer vers hebt, meer warm hebt. Gewoon voor het binnenlopen, koffie, broodjes, dat soort dingen. Omdat ze daar in de toekomst ook in zekere zin meer van moeten gaan hebben. En dat geldt voor alles. Wij zitten hier in het hartje van Den Haag. De enige boekhandels die het hier nog goed doen, zijn de boekhandels die een kwart van de ruimte hebben opgegeven om daar een koffiebar in te bouwen. Ja, maar denk je dat dus als... Ik denk niet dat Amazon Fresh heel snel hier is, maar... Als die snel hier is, zou dan... En daar heb je dan die infrastructuur van nodig. Maar juist Bol, Albert Heijn, dus Ahold, zou dat wel kunnen. Ja. En die kunnen nog drank bezorgen. Precies, met gewoon wel. Ja. Maar dan, maar omdat Picnic zoveel geld weer op heeft gehaald voor een nieuwe investeringsronde, dan denk ik van, voor mij is dat niet... Ze doen het wel goed, toch? Ja, nu nog wel, ja. Ja, zodra het voordeel van de gratis bezorging weg is, ja, dan hebben ze weinig onderscheidend vermogen. Ja. Ja, en dan heb je die Amazon-machine die erachter zit. Ja, maar goed, eventueel. Ja. Albert Heijn is natuurlijk ook al gaan schuiven met zijn bezorging en de kosten die ze daarvoor rekenen. Als counter voor Picnic. Dat neemt niet weg dat het bezorgingsmodel van Picnic natuurlijk wel veel efficiënter is. Vaste routes en goed inplannen. Oké. Ja. Denk het ook. We gaan het zien. We gaan het merken. Hey, zelf gaf je een leuk onderwerp. Fysieke winkels plus online winkels. Geen toekomst voor winkels zonder duidelijk profiel. Oh, ja. Ja, dat is natuurlijk een beetje wat we het net al over hadden. Als jij in de bulk zit, kijk, de mediamarkt heb ik nog wel, maar hoeveel witgoedwinkels heb je nog? En dat geldt voor steeds meer zaken. In de algemene zin zie je een consolidatie. Ga naar je voornaamste winkelstraat en kijk wat daar aan zaken zit. En dan zie je misschien een hele hoop labels, maar je ziet niet veel merken. Want weet je ook weer, de Spaanse vrienden van Zara, die hebben ook
één bedrijf, 12 labels. En zo hebben we wel meer bedrijven dat. Dus het, ja, het gaat om een steeds minder aantal, steeds grotere en internationaal opererende winkelketens. Of in ieder geval bedrijven die dan één of meerdere labels in de markt zetten. En daartussendoor zitten een paar niche-spelers. Ja. Dus de boutiquejes, daar waar je nog fysieke zaak voor nodig hebt. Volgens mij zit hier aan de overkant ergens nog een kleermaker. Ja, dan moet je toch echt je kleding afgeven om het nog gemaakt te krijgen. Ja. Dus die heb je nog nodig. Maar het gaat om advies. En je ziet dat in de mannenkant de kledingzaken die kostuums en zo doen nog goed gaan. Die we toch even passen en bijstellen. Daar zit de waarde van het advies in. Ja. En dat heb je nodig. Maar zit je in de bulkproducten. Dan zie je dat bij Blokker, die het niet volhouden, ook al hebben ze vol ingezet op een webshop. Maar ja, anders wat ik op Blokker koop, kan ik ook bij Bol of bij Amazon of bij wie dan ook kopen. Dus waar zit dan het onderscheidende? Ja. En dat probleem heeft de V&D gehad. Zo gewoon eigenlijk dat alles wat het niet gered heeft, zeg maar, als we even de laatste 10 jaar terugkijken, V&D heb het niet gehaald, de Hudson die gaat het waarschijnlijk niet halen. Maar de Hudson vind ik dan weer een ander verhaal. Maar de V&D, HEMA, die hebben een omslagpunt gemaakt door naar beneden te verhuizen, maar V&D zat echt in dat middensegment. En je ziet het ook een beetje in de autobranche, zeg maar, het middensegment, de Opels, de Volkswagens, die hebben het lastig. Maar de high-end modellen die gaan als een raket, of die hebben gewoon goede winstmarges. En de bodemmerken, zeg maar, die gaan ook goed. De Dacia's en onderscheidend profiel. Ja, precies. Ja. Nou, V&D bijvoorbeeld is helemaal een ander verhaal. Ik heb ooit toen ze ten onder gingen, daar is een commissaris over gehoord. Die zei van ja, we hebben zo'n goudgerande cao. Die is veel beter dan alle andere warenhuizen, zelfs de Bijenkorf. Dus dat onze kostprijs op personeel ligt eigenlijk veel te hoog. Ja. En dan hebben we het nog niet gehad over de omzet per vierkante meter. En voor wat voor prijzen we de huurcontracten hebben. Dus die kwamen wel in een squeeze te zitten. Dus niet alleen maar de... Ja, ik heb wel eens gehoord dat de V&D ook de nek om is gedraaid. Omdat ze inderdaad, ze hebben het V&D verkocht. Toen hebben ze zeg maar ontroerend goed en de V&D gesplit. De V&D moest daarna terughuren aan de onroerend goedafdeling. Ja. Moesten ze daarvoor zelf voor het onderhoud zorgen tegen wurgcontracten aan. Ja, en op een gegeven moment hebben ze dus V&D losverkocht. En die contracten die zaten er nog in. Ja, ja, dat kon nu natuurlijk niet lang meer duren. Dat heb ik ook wel eens gehoord. Nee, maar goed, dat zie je. Hudson's Bay, daar geldt natuurlijk ook het profiel voor. En die winkels hebben en de webshop hebben daar standaard. Hè? Dat heeft de Bijenkorf, dat heeft Hudson, dat had V&D. Dus alleen maar het erbij doen van online is natuurlijk niet genoeg. Ja. Dat alleen al, daar moet je echt een echte e-commerce afdeling op hebben zitten. Maar dan gaat het nog steeds over je assortiment. Ja, zeker. En waarom komen mensen nou naar jou toe? En nu het over kleding hebben, niet naar Zalando. Ook weer hartstikke bekend en doet tegenwoordig echt wel meer dan alleen schoenen. Ja. En mega populair. Ja. Zeker onder het vrouwelijke publiek die een heel aantal items bestelt. Ja. De een of twee van houden en de rest terugsturen. Zeker. Ja. Daar zijn ze weekampjes ook op ingericht en dat soort. Ik weet niet of dat heel goed is voor de duurzame wereld, maar goed. Weet ik ook niet. Maar je ziet natuurlijk dat, zeg maar, de HEMA doet het tegenwoordig ook goed. Het schijnt online echt bizar goed te doen. Ja. Ik heb onlangs een presentatie gezien van de e-commerce man van de HEMA. En cijfertjes en aantallen. En die doen het echt heel goed. Degene die het niet gered hebben door de komst van het internet is natuurlijk de Free Record Shop. Ja. Ook logisch natuurlijk. Ja, het is natuurlijk niet alleen de komst van het internet, maar... hoe gebruik je tegenwoordig je muziek? Ja. Die zijn al van cd's naar minidiscs naar... toen kwamen de iPods. En toen was er niks meer los te kopen. Nee. Videoland die gaat het misschien nog redden, doordat ze een kanaal naast Netflix hebben, zeg maar. Een videotheek heb je ook natuurlijk niet meer. Ken jij iemand die een Videoland abonnement heeft? Nee. Ik ook niet. Ik heb er ook nog nooit naar gevraagd of ze het hebben. We hebben het wel eens over inderdaad van kijken wat Netflix en welke series moet kijken. Ja, maar goed, daar zie je weer dat de piraterij gaat toenemen. Omdat je nu Netflix, Amazon, HBO, Disney, Videoland, je hoeveel keer er hebben.
Ik ga niet overal een tientje, 12 of 15 euro per maand aftikken. Dan ben je dadelijk, nu geef je nog wat, 16 euro uit bij Ziggo als je tv erbij wil. En dan ben je straks 100 euro per maand kwijt aan alle streamingdiensten. Ja. Dus vroeg of later is dat ook niet houdbaar. Je gaat toch maar voor één model, denk ik. Ja, je hebt nog Apple, nog even vergeten. Ja. Maar goed, genoeg over de problemen. Hè. Het gaat om de onderscheidende propositie. Ja. Maar als je bent ooit naar business school geweest en dan heb je het inderdaad over, zie je dan op de operational excellence of op de customer intimacy. En ja, als je op de operational excellence zit, dan moet je ook echt die schaal hebben. Dan moet je internationaal denken. Zijn we in Nederland niet altijd even agressief in. Dan willen we eerst maar eens de Nederlandse markt veroveren. En tegen de tijd dat we het in Nederland goed doen en klaar zijn om naar de rest van Europa te gaan, heeft iemand in Amerika het afgekeken en die heeft het meteen over heel Amerika uitgerold. En die is ook klaar om naar Europa te komen. Ja. Maar die is wel 30 keer groter. Dus je moet meteen groot denken. Je moet een onderscheidende propositie hebben. Dus je moet inderdaad of heel goed in dat lage segment zitten. Operational excellence, ja. Concurrerende prijzen, duidelijke naamsbekendheid als stunter. Of je moet aan de high-end kant zitten, onderscheidend, service. Een reden waarvoor jij en ik zeggen, ik ga naar die zaak toe en ik betaal misschien wel meer, maar ik weet wel dat het goed zit en dat ik daar kan aankloppen en dat ik goed advies krijg. Maar als je in het midden zit en je kiest niet, dan loop je wel een risico. Ja, dat denk ik ook, ja. Je bestaansrecht bedreigd gaat worden. Dus ja, dat zou mijn voornaamste tip zijn ook aan iedereen. Doe dat. Ja, maak een keuze ook. Ja. Duidelijk. Oké. Okay. We hebben wel gehad, we kunnen nog wel wat voorbeelden noemen, maar Coolblue doet het natuurlijk gewoon lekker goed. Bijenkorf doet het goed. Ja, service. Daarom had ik ze opgeschreven. Je ziet natuurlijk fysieke winkels of... vaak worden het ook stenen winkels genoemd en online. Dat je ziet zeg maar, de V&D heeft het niet gered, Hudson is twijfelachtig. Je ziet dat die bedrijven eigenlijk te laat in e-commerce zijn gestapt. Dat sowieso. En daarnaast heb je natuurlijk zeg maar, bedrijven die het nu andersom aan het doen zijn. Dus Coolblue is van een e-commerce onderneming, is die nu winkels aan het openen. Met onlangs natuurlijk op het Centraal Station in Utrecht. Die pop-up store even voor de kerst. Fantastisch natuurlijk. Zalando komt met winkels. Ja. De Mediamarkt doet het natuurlijk wel heel goed. Ik had nog, volgens mij is de Weekamp ook bezig met een winkel. Ja. Of hebben ze al geopend, dat weet ik niet zeker. Fonk heeft winkels. Doet het natuurlijk ook goed. Ook allemaal vanuit eigenlijk van de andere kant. Ja. Dus eigenlijk als ondersteuning voor de webshop. Ja, maar je ziet daar wel dat het gaat ook om de grote bedrijven inderdaad. Ja. Dus we consolideren wel. Je gaat in zo'n binnenstad van een willekeurige stad, in het winkelcentrum, zie je straks minder winkels, maar wel grotere winkels. Ja. En meer horeca ertussen door om het allemaal op te vullen. Maar goed, je noemt wel een aardig voorbeeld. Een vriend van me heeft recent een koelkast besteld. En volgens mij kwam hij, ik ga het toch zeggen, hij kwam bij Bol vandaan. En die hebben de bezorging uitbesteed. En die bezorgers die rijden zijn deurpost aan Gort. En vervolgens zit hij met de ellende dat zij aan het ruzie zijn over wie nou voor die schade moet gaan betalen. Ja. En volgens mij bij Coolblue heb je eigen bezorgers die zich onderdeel voelen van het bedrijf. Ja. En dat is een andere uitstraling. Dus dat, ook daar gaat het om, wat is nou je klant contact? Heb je wat besteld bij Coolblue die het aan de bezorgt? Ik zelf niet, nee. Okay. Ik vind het echt fantastisch. Ik wil geen reclame maken voor ze, maar... bij mij, ik heb dan een wasmachine en een droger laten bezorgen door Coolblue. Die gasten komen en dan lach binnen en die zitten alleen maar grapjes te maken. En ze stralen gewoon plezier uit. Ja. Dan moet je zo'n ding van 500 kilo naar de eerste etage brengen. Nou, ik zou het strontzagrijnig zijn en dan hebben we de grootste lol. Ja. Nou, bijzonder dat ze dat voor elkaar hebben gekregen. Ja, het is wel een goede propositie. En als je dan dat eigenlijk bij beide winkels voor min of meer dezelfde prijs kunt kopen, dan weet je wel wat je kiest. Zeker. Ja. Als je nou significant lager is, dan weet ik ook, het is een beetje het verschil tussen de Albert Heijn of de Aldi. Ik weet dat ik naar een ander soort winkel ga, het ziet er anders uit, het is een andere beleving, maar daar hoort ook die prijs bij. Ja. Voor dezelfde prijs verwacht ik dan ook dezelfde kwaliteit van dienstverlening. Ja, zeker. Dus ja. Duidelijk man. En dan komen we toch een beetje jouw vakgebied, die had je zelf opgeschreven.
Kijk spannend naar wat thuisbezorgd, Deliveroo en UberEats.com aan marketing uitgeven om elkaar te breken. Ja, we hebben het natuurlijk van tevoren een beetje over gehad, waar we het over zouden gaan hebben vandaag. En toen zei ik van ja, weet je, het idee van een winner-takes-all-markt, wat natuurlijk tegenwoordig heel groot is. We hebben het al over Amazon en Bol gehad, hè? Hoe gaan die dat doen? Dat zijn wel bedrijven, de Amazons, de Ubers, Netflix, steeds meer bedrijven die echt geloven dat ze in een winner-takes-all-markt zitten. En daar is dus marktaandeel behalen belangrijker dan de winstgevendheid in het begin. En Zalando is zo'n mooi voorbeeld. Ook? In de laatste tijd. Heel agressief. Ze maken geloof ik nu pas winst een beetje. Ja, Amazon heeft er jaren over gedaan. Volgens mij draait de winkelkant nu eindelijk winst. Ze hebben natuurlijk jarenlang over gedaan om winst te draaien. Toen ze eindelijk winst maakten, bleek dat van de webservices te komen. Die een winstgevendheid van 25% had. Maar de oude winkel draaide nog steeds verlies. Maar goed, dan ging het om groei. Ging het om dusdanig marktaandeel halen. Dat je de rest geen kans meer geeft. En thuisbezorgd heeft volgens mij in Nederland iets van 97% marktaandeel. En nog hebben ze nu moeite met de twee concurrenten. Ze geloven allemaal dat je in een markt zit waar er maar eentje kan blijven bestaan op termijn. Ik weet zelf niet of dat waar is. Ik denk het niet. Vanzelf wel achterkomen. Het zijn altijd partijen, omdat je gewoon geen zaken wil doen met die partijen. Dus dat is altijd wel belangrijk. Nou, de uitdaging is natuurlijk wel later op invechten in zo'n markt. Hè? Mm-hmm. Kom er nu nog maar eens tussen. Dat is waar. Is ongelooflijk lastig, in welke markt dan ook. Nou. Zeker als je helemaal vanuit nul moet beginnen. Kijk, en Disney is heel handig, die zegt, wij halen al onze content bij Netflix weg en we gaan het op ons eigen ding zetten. Dan hebben ze nog een soort onderhandelingspositie richting de consument. Maar ja, in zo'n markt ga je wel heel agressief gedrag krijgen. Heel agressief de consumenten weg beconcurreren. En ook de patronen die je bij Uber hebt gezien, daar zijn wel berichten van, dat zij actief probeerden te meten welke chauffeurs ook gebruik maakten van Lyft. En die gingen ze dan bevoordelen in het gunnen van nieuwe ritjes, zodat ze Lyft zouden laten vallen. En daarna word je niet meer bevoordeeld. Dus je moet het er eigenlijk altijd bij houden. Ja. Maar goed, Lyft heeft het ook in Amerika ongelooflijk lastig. Ja. En als je in zo'n markt zit, waar er dan zo'n partij bij komt die echt gelooft dat zij de enige kunnen zijn die gaat overleven, of moeten zijn, dan ga je wel heel agressief beconcurreerd worden. Ja. En daar zit voor veel e-commerce ondernemers denk ik toch wel het risico. Dat denk ik ook, ja. Ja. Ja, ik koop zelfs nog wel eens wat computerapparatuur. En dan kom ik ook bij andere bekende, de Alternets, de Informatiek's, de MiGecko, er zijn er wel een aantal wat grotere e-commerce winkels. Niet meer naar Tweakers eerst? Via zo'n Tweakers kom je daar dan vaak wel uit ook. Ja. Sommige, er is er eentje, één of twee hier vlakbij. Ik rij even naartoe en dan kan ik meteen ophalen. Maar goed, die zitten net zo goed wel in een markt waar je heel makkelijk door anderen beconcurreerd kan worden. Ja, maar ik heb het natuurlijk eigenlijk een mooi voorbeeld met Apple. Weet je, hebt hier echt, in de passage hier in Den Haag, heb je echt een waanzinnig mooie Apple Store. Ja. Ik ging er naartoe, ik denk, nou, weet je wat, ik ga een keertje daar. Dus ik kom daar binnen, ik kwam MacBook halen, dat is toch niet niks, toch? Nee. Ik heb daar gestaan. Kost best wat. Toch? Ja. Volgens mij, maakt niet uit. Ik sta daar, 10 minuten, 20 minuten, te kijken naar een laptop. Op een gegeven moment loopt er iemand voorbij. Ik zei, joh, ik heb geen interesse in een laptop. Ja, ik kom zo bij je. Nou, 25 minuten, 30 minuten, een ander aangesproken. Nee, ja, sorry, ik kan je niet helpen. Dan moet je een van deze mannen hebben. Ik denk dat ik daar zonder dolle 50 minuten heb gestaan. Je bent niet weggegaan? Ja, na 50 minuten ben ik weggegaan. Okay. En, heb je heel veel geduld? Ja, ik wilde ook echt. Ja. Ik had hem gewoon echt nodig. Ja. Maar ik kocht eigenlijk al mijn Apple-producten bij een heel klein winkeltje op de Burgwal, gedempte Burgwal geloof ik. En ik loop daar binnen en ik heb twee vragen aan die man. Ik krijg echt gewoon
een antwoord wat ik nog nooit zou gehad hebben, denk ik, bij de Apple Store. Ja. En ik word in 5 minuten tijd word ik zo waanzinnig goed geholpen, ik koop dat ding daar. Ja. Ja, en of ik nou meer kwijt was of minder kwijt, mij interesseert niet meer. Maar ik zet nooit meer een stap in die Apple Store gewoon. Je hebt het voor mij echt helemaal verpest. Ja, voor de fysieke winkels geldt dat je moet een stuk advies hebben, die customer intimacy. Je blokker is omgevallen. Heb je ooit de meerwaarde ervaren van de blokkerwinkel? Het goede advies? Het is, ik loop binnen, ik pak het en ik heb het meteen. Dus ja. De nabijheid is de enige selling point. Ja. Maar je moet een zaak hebben die goed advies geeft. En dan kun je inderdaad nog wat doen. Ja. Zolang je ook fatsoenlijke prijzen krijgt van je leveranciers. Ja. Maar het is dan zo'n hype en daar komt dan inderdaad de massa naartoe. Maar ja, en echt, ik heb daar dingen gezien in die 50 minuten tijd dat ik dacht van oké. Ik wou dat ik zo'n winkeltje had. Want voor mij werd de iPhone 11 net geïntroduceerd. En ik denk dat ik wel 100 voorbij heb zien komen in een nieuw doosje. Mm-hmm. Nou, die ding kostte geloof ik 1100 euro het stuk. Niet te weinig. Nee, mag je best wel wat advies voor krijgen. Zeker. Ja. Hey, maar je zit niet echt bij eten bezorgd, maar toch wel een beetje. Of tenminste, je bent co-founder. Ja. Je bent niet echt een spokesman, zei je, maar... Nee, wij doen meer het technische deel met mensen uit de horeca-business die het gezicht zijn en de contact doen met de restaurants en snappen hoe de business werkt. Veel meer dan dat. Ik snap er inmiddels behoorlijk wat van, maar zij zitten dagelijks in die wereld en die snappen de business natuurlijk nog veel beter. En wat gaan hun doen om van 3% marktaandeel, wat ze misschien nog niet eens hebben nu, naar 10% te brengen? Nou ja, je ziet daar wel dat je zo'n dominante partij hebt, monopolist hebt eigenlijk. Ook al zijn ze dat dan officieel niet volgens de ACM, omdat de ACM vindt dat je ook gewoon direct kan bellen naar zaken of kunt afhalen. Maar praktisch gezien voor die online bestelmarkt zijn ze eigenlijk wel monopolist. En dan krijg je ook wat gemakzuchtig gedrag. Heel erg redeneren vanuit de eigen positie. Er is dus voldoende ontevredenheid onder restauranthouders die toch wel balen van die afhankelijkheid en de manier waarop thuisbezorgd zich opstelt. Dat zij bijvoorbeeld ook steeds meer provisie moeten betalen en dat geld wordt vervolgens gebruikt voor de internationale groei en helemaal niet geïnvesteerd in de Nederlandse ontwikkelingen. Dat er wel vraag is naar alternatieven. Oké. Ja. En gaan die komen? Ja, dit is eten bezorgd is daar dus. En eten.com? Ook een nieuwe? Volgens mij draaien ze nog steeds niet. Ik heb geen idee. Dus, ik zag hem voorbij komen. Er is wel het een en het ander in ontwikkeling. Ja. Maar goed, ja, dus ook daar gaat het over. Wat heb je dan te bieden? Ja. Je moet wat beters te bieden hebben. Je moet echt een alternatief hebben. In ons geval, zowel voor de consument als voor de restaurants. Een tweezijdige marktplaats opbouwen is altijd een beetje een kip-ei constructie. Ja, maar goed, daar wordt hard aan gewerkt. Leuk man. En ik heb daar wel vertrouwen in. Ja. Even kijken. Ja, volgens mij hebben die eigenlijk al een soort van besproken. Als je een webshop begint zonder profiel, ben je niks eigenlijk, hè? Onderscheidend profiel. Ja, nou goed, dat geldt dus voor webshops, maar dat geldt ook voor de fysieke winkels. En zeker als je een combinatie hebt. Ja. Puur erbij doen is beide kanten op, is een uitdaging. Ja. Tegenwoordig moet je aan social media promotie en informatiebeveiliging denken. Ja, ik moest zelf terugdenken ook aan die tijd dat wij zelf een webshopje bouwden. Ja. En dat was eigenlijk hartstikke makkelijk. Ja, je moet gebruikersaccountjes hebben, een wachtwoord, die moet nog een beetje beveiligd opslaan. En, ja. En dat is het wel. En tegenwoordig. En je zet 100 keer het woord computer neer en je wordt gevonden in de zoekgroep. Ja, je wordt gevonden en dan kun je. Ja, in die tijd ook nog meegemaakt. Volgens mij deden wij, was het in die tijd niet eens het snel bezorgen. Maar daarna kwam een tijdje en dan zit je nog op nu besteld morgen binnen. Of dat nou waar is of niet, maakt niet uit. Ja. Maar goed, spam bijvoorbeeld. Ik kan me herinneren in die tijd volgens mij dat ik dan zeg maar inderdaad op Tweakers ging kijken of zo'n soort gelijk programma. En dan rechtstreeks naar die winkel reed. Zo deed ik het nog. Aha. Ja, kon ook. En ja. Op een website ging kijken waar het was en dat soort dingen. Ja. Als ze geen website hadden, dan kwam ik er niet. Spam hadden we nauwelijks van gehoord. Ja. En wat heb je tegenwoordig? Alleen al de AVG. Het recht om vergeten te worden. Moet je allemaal weer doorvoeren.
Over AVG. Ik heb een leuke opleiding aangeboden door Supportdesk staan. Ja? Een training in de community. Dus als je lid wil worden van onze community, members.ecommercecafé.nl. Daar staat ook gelijk de training. Dit alleen al lijkt me de moeite waard. Jen, ik snap dat zo'n Magento en dergelijke daar natuurlijk ook stappen in zetten. Maar het zijn allemaal dingen die je weer moet bewaken. Ja. Hè? En je moet wel weer een register bijhouden waar precies staat welke gegevens je waar bijhoudt. Ja. Je moet al op zijn minst ergens een lijstje hebben staan waar overal achter staat, dat staat in Magento. En we houden het nergens anders bij. Ja. Informatiebeveiliging, die wil geen datalekken hebben. Je moet al die social media campagnes doen, je moet de AdWords kopen. Er zijn natuurlijk een hele hoop dingen bij komen kijken. Dus toen het een paar jaar geleden voor veel ondernemers nog een soort bonusje was, doen we er even bij. Ik verstuur toch al, ik ontvang spullen, dus ik kan gewoon wat pakketjes meegeven. Precies. Ja. Maar nu is het een hele andere business geworden. Ja. Dus, veel professioneler. Zeker. Dus de lat ligt een stuk hoger. Daar moet je toch maar even zin in hebben. Ja, nee, het wordt er niet leuk op gemaakt. En zeker voor een kleine ondernemer. Het is een voltijd bezigheid nu. Eigenlijk moet je dus zeg maar zoals het soort... als klein ondernemer, bol.com is gewoon een heel mooi startmodel. Weet je. Daar kan je gewoon je producties neerzetten, of Amazon natuurlijk. Daar beginnen. Dan ligt al die verantwoordelijkheden bij hun. Ja. En laat hun het maar oplossen. En als je dan gaat groeien, dan kan je pas zorgen maken. Eigen webshop en eigen dit. En dan gaan we kijken, hoe gaan we AVG oplossen. Ja, dat is natuurlijk het ding. Hè? Want het is misschien beter om het gewoon bij Bol en Amazon zo neer te zetten, dan wanneer je het er zelf naast probeert te doen. En je er te weinig tijd aan besteedt. Mm-hmm. We moeten wel met ons allen realiseren dat je er steeds meer tijd aan kwijt bent door al deze extra dingen waar je aandacht aan moet besteden. En als je dat dan bijvoorbeeld erbij doet terwijl je je fysieke winkel runt, ja, dan haal je er misschien zelfs wel minder uit dan wanneer je het in die zin uitbesteedt door het gewoon op een marktplaats te zetten. Ja, dat denk ik ook. En het advies is ook gewoon vaak als als startende ondernemer, je hebt een nieuw product, weet je wel. Zorg eerst dat je goede reviews krijgt op Bol of op Amazon. Ja. En als je die eenmaal op gang hebt, ga daarna een eigen webshop openen. Want dan gaan ze ook, als dat product goed verkocht wordt via Bol of via dat soort sites, gaan ze ook zoeken naar informatie. En dan willen ze ook rechtstreeks bij je gaan winkelen. Ja, dat is op zich een hele goede strategie. Maar waarom zouden ze direct bij je willen gaan winkelen? Dat is wel de vraag waar je heel scherp op moet zijn. Omdat mensen ook vaak iets hebben met jouw merk. En dan... als ze een vraag hebben over het product, komen ze toch bij jou. Amazon kan geen vraag beantwoorden van jouw product. Dat kan alleen jij. Ja, dat klopt op zich. Maar tegelijkertijd zie je dat mensen wel neigen naar platformdiensten. Neigen naar marktplaatsen, naar verzamelsites. Ja. Dat zag je ook in die maaltijdbezorgwereld. Er komen restaurants met een menukaart op een eigen website. En misschien zelfs met een eigen app en zo. Maar de consument wil toch gewoon via die thuisbezorgd verzamelsite bestellen. En zeker, via die individuele websitejes. Want deze week bestel ik thai, volgende week een pizzaatje, noem maar op. En ik heb geen zin om dat allemaal bij te gaan houden. Ja. En minder garantie dat het allemaal goed beveiligd is. En ze goed met mijn gegevens omgaan en noem maar op. Dus daar zit wel maar een voorkeur. Maar ook dat met dat, als je met dat eten, als je dan een paar keer wat besteld hebt en het is echt heel lekker. Dan blijf je wel bij die zaak. Ook, maar je gaat er ook een keer kijken. Of dan weer een keertje proeven hoe dat... weet je wel, misschien als je daar binnen bent, dan heb je misschien wel wat anders lekkers. En dat is natuurlijk ook met zo'n product. Als je dat eerst op Amazon zet of op bol.com, en dit is een goed product, dan ga ik kijken, wat hebben die gasten nog meer gemaakt? Hebben ze een website? Hebben ze dit? Hebben ze dat? Weet je wel? Ja. En dan moet je ze zien te binden. Ja, dus daar, dat is inderdaad wel een interessante route. Als je daar serieus moeite in steekt, dan kan je daar wel een paar klanten weghalen. En dan zijn ze wel loyaler aan je. Ja. Zeker. We hebben gelijk een mooi ezelsbruggetje, want we hebben het over niche-producten. Daar is nog het enige waar je denken mee te kunnen scoren. Ja, dat is denk ik wel de grootste. Of de grootste zijn, met niche-producten. Dat was het volgende thema wat jij bedacht had. Ik heb even aan de hand van jouw thema opgezocht wat Ali denkt voor 2020 echte niche-producten zijn voor dropshipment. Wat bedoel je met dropshipment? Dropshipment is zeg maar, jij opent gewoon een webshop, klanten bestellen bij jou en bij jou is geautomatiseerd dat ze het gewoon rechtstreeks bij Ali bestellen en die leveren het rechtstreeks bij de klant. Ja. Jij verzorgt eigenlijk alleen een marketingplatformpje, Ala beslist. Ja. Die hebben eigenlijk zelf niks, maar die verdienen heel veel geld over de rug van jou, zeg maar. Want en dat is een soort dropshipment, dus je kan een soort winkel beginnen met product X.
En jij vertelt er alles over. Maak marketingfilmpjes, je schrijft mooie content, productfoto's. En het wordt rechtstreeks besteld bij de fabrikant. Ja. En die stuurt het rechtstreeks naar de consument. Dat is dropshipping. Ja, überhaupt het hele uitbesteden van je logistiek en warehousing is ongelooflijk populair. Hè? Ja, een van mijn sponsors is e-warehousing.nl. Die gasten die doen niet anders. Daar ben ik 10 jaar geleden bij gekomen. Die deden alles beter inpakken. Ja. Dat is zo goed, heb ik het dan nooit kunnen doen. Nee, ja, het klinkt heel stom. Ja. We doen dat elke dag. Ik doe, weet ik veel, in die tijd deed ik 10, 20 hempjes per dag inpakken. Ja. En hun deden er een paar duizend. En als jij er meer tijd aan overhoudt om je te richten op het e-commerce deel. Ja. Of überhaupt het commerciële deel, dan is het hartstikke goed. Maar dat lijstje. Ja, een activity tracker. Ja. Oké. Okay. Weet je wat het is? Ja. Oké. Okay. Ja. Ik zag allemaal vraagtekens. Ja. Maar ik zag hem ook niet als niche product. Ja. Deze schrok ik helemaal. Dat is de tweede plaats. Dit waren wel wireless keyboard. Is dat een niche product? Ja, maar dat is een eentje met allemaal verlichtingen en dingen. Nou, allemaal toetsen en bellen kwamen eruit. Dus niet echt nou, weet je, ja, daar krijg je dan bijvoorbeeld... Big Bang Theory. Nee, maar goed, kijk, we zitten hier in de spellenwinkel, maar je hebt natuurlijk ongelofelijke markt en de gamers op de PC's. Ja. En daar gaat serieus geld in om. En dat is een hele andere tak van sport, hè. Ja. Die hebben allemaal verschillende apparatuur. En wireless is dan al raar, want dan wil ik aan een draadje, want draadloos vertraagt. En dat moet ik niet hebben als ik aan het spelen ben. Ja. Zwaardere machines hebben, dat soort dingen. Ik weet niet echt of het een gamecomputer is, maar het staat er. Dat hele segment, en inderdaad bijvoorbeeld zeggen van, luister, de mainstream PC-wereld is niet zo spannend, maar ik ga me echt richten op die gamers. Dat is misschien in sommige markten best wel Er waren even wat tech dingetjes dan volgens mij. Want de touch control headphones, oftewel draadloze dopjes in je oor, maar dan die je zonder drukpunt kan bedienen. Zeg maar. Je hoeft alleen maar aan te raken en dan kan je iets veranderen. Dat vond ik ook wel goed. Maar staat het al? Schijnbaar. Grappig. Dat wordt de trend voor 2020 volgens, of de dropship niche product voor 2020. Volgens Ali. Ja, totdat de nieuwe generatie van de Apple AirPods dat doet en dan is het een Chinese loopt toch vaak weer vooruit. Ja. Oké. Okay. Ja. Noise cancelling headphones. Nou, dat is wel, dat geloof ik wel dat een niche is. Maar het is niet nieuw. Nou. Het is niet meer. De Bose's en dergelijke, dat is al redelijk... Ja, maar het is wel een niche product, denk ik, als je daar echt in zit. Als je een webshopje in bedenkt, alleen maar die headphones. Ja. Ja. Dan denk ik dat je misschien wel een kans van score hebt. Ja, maar dus veel gespecialiseerder inderdaad. Ja, maar alleen maar koptelefoons, alleen maar gamer dingen. Niet meer het hele audio segment, alleen de headphones. Ja. Nou, hier geloof ik dan niet in. Een portable speaker kwamen ze mee. Ik vind het wel grappig, want ik moet toch aan Coolblue denken. Ja. Die natuurlijk een paar jaar geleden de slag hebben gemaakt van al die verschillende sitejes. Ja. Die specialistische webshops. Mm-hmm. Naar gewoon alles onder het eigen label. Ja. Maar dit is alleen dropshipping. Dus hier doe je een beetje, weet ik veel, je maakt een leuk websiteje. Ja. En je doet er wat mooie content en mooie filmpjes voor maken. En wat marketing aan. En voor de rest hoop je dat je wat omzet gaat creëren natuurlijk uit die handel. En je pakt een percentage van de omzet. Ja. Dus je loopt nul risico, alleen tijd. Ja, ja, als je daar zit een beetje marge op en dan kun je een mooie neveninkomsten hebben. Zeker. Het kan zomaar eens uit de hand lopen en dat je er enorm op binnen loopt. Ja, ik heb het nou altijd nog een keer willen proberen. Zelf ben ik geen voorstander van dropshipping, maar omdat ik gewoon e-commerce een warm hart druk draag natuurlijk. We hebben nog steeds een keer zo'n webshop. Misschien moet ik die samen eens een keer bespreken. Nee, maar winkels zonder zelf iets te doen en vooral de middelman te zijn. Je hebt de logistiek daar. Je neemt je Magento als een service af en je managt hem. En je gooit er goede content in. Die noise cancelling headphones, het is niet alsof er elke maand een nieuwe uitkomt. Nee. Dus qua contentbeheersing ben je niet superveel tijd gekwijt. Nee, dat denk ik ook niet. Als je hem helemaal geïndexeerd krijgt en hij komt een beetje goed in de zoekresultaten omhoog. En even kijken, een solar powered toys, oftewel speelgoed op zonne-energie. Oeh. Ja, ik vond het wel gaaf. Ze hadden dan zo'n autootje met solar celletjes bovenop en volgens mij met een afstandsbediening erbij. Nou, die Chinezen lopen serieus voor. Hè? Zeker. Ja. En een fingerprint lock. Dus in plaats van met je sleuteltje te kloten in zo'n slot, even je vinger erop en open. Ja, dat zou ik dan wel weer gewoon verwachten bij een gespecialiseerde slotenzaak. Ja, of gadgets. Het is toch wel weer iets vernieuwend. Ja.
Ja. En voor de rest hadden ze nog wat duffe jurkjes en weet ik veel wat. Maar die wilde ik maar niet met je bespreken. Geen verstand van. Nee, ik ook niet. Dus die laten we aan een andere over. Nee, maar dat is wel in de bulk. Dropshipment via Amazon, Bol, noem het maar op. Dit soort producten kun je vast nog wel wat leuks mee doen. Mooi. Nou Tom, we hebben er al iets meer dan een uur op zitten volgens mij. Het gaat hard, hè? Ja. Je komt er toch niet onderuit. Oh jee. Maar ik heb het vaste vragenrondje. Oké. Okay. Nou ja, kom maar op. Hoeveel is genoeg? Hoeveel is genoeg? Ja. Daar heb je vast over nagedacht, over dit antwoord. Ja, ik had heel leuks bedacht en dan weet ik niet meer. Dus is het toch weer spontaan? Nee, ik merk aan mezelf dat ik niet kan stilzitten. Genoeg is als je inderdaad denkt, ik kan met pensioen en ik ga nu alleen maar de dingen doen die mij intrinsiek motiveren. Okay. Hey, dat is gaaf, daar ga ik mee rennen. Dus ik weet niet of daar echt een exact getal aan hangt. Maar, ja, dat wil ik dus weten. Ja, oef. Nee, ik heb het niet doorgerekend. Ik leef zelf redelijk minimalistisch. Ik zag in de eerdere interviews die je had gedaan dat sommigen zeggen van nou, ik vind als ondernemer beter dan toen ik een loondienst was. En anderen zeiden van nou, misschien wat minder, maar ik vind het wel leuker. Ja. Misschien dat ik wel bij die tweede hoor, weet ik niet. Maar als ik er een paar duizend euro per maand aan overhoud om mijn rekeningen te kunnen betalen en leuk en gezellig te kunnen leven en dan het hele leven onder mijn eigen voorwaarden te kunnen doen, dan is het goed. Ja. En ik weet niet of ik nou zo nodig klaar moet zijn. Ja, het is leuk om ergens een cash cow te hebben die paar duizend per maand oplevert. En volgens mij moet je daar een paar ton of misschien... Zijn wij Nederlanders eigenlijk saai, man? Want ik luister naar een podcast in Amerika, zeg maar, een Amerikaan. En die vraagt die vragen ook altijd. Dan krijg ik altijd leuke antwoorden. En ik heb in Nederland nog niet één keer gehoord van... Nou, ik wil 10 miljoen of 100 miljoen of 30 miljoen of... Ja, in Amerika zeggen ze allemaal, noemen ze allemaal al een getal. En dan zeggen ze, oké, dan ga ik dan stop ik en dan heb ik genoeg. Dan ga ik een beetje hobbyën. Ik vraag me af of ze dat dan echt doen. Dat lijkt me altijd het probleem met mensen die zo'n serieus getal in gedachten hebben. Omdat ze dan hebben, dan verkeren ze ook weer in kringen dat ze weer iemand tegenkomen die nog wat meer heeft. En dan denkt hij, ja, maar dat kan ik niet... Nou, maar daarom is de vraag van wat is genoeg? Ja, dan volgens mij is dat een glijdende schaal omhoog bij die hoge bedragen. Jammer weer, Tom. Doe mij een miljoen, 2 miljoen, dan... Kijk, nou, volgens mij kan je dan gewoon uitzingen, hoor. Ik heb gehoord, of uitgerekend ooit, dat je als ik 8 ton zou hebben, dan zou ik een modaal salaris per maand eruit kunnen halen met een 10% rendement op de beurs. Dus 8 ton investeren met 10% rendement heb ik ongeveer een modaal salaris. En we hebben het dan over een modaal salaris? Is... Ja, voor mij iets van 1800 euro netto. Ja. Ik weet niet eigenlijk maar een modaal, wat dat is. Volgens mij is het 3000 bruto modaal. Ik denk... Of zijn we nou echt snobbies? Ik weet het niet. Nee, modaal is 39.000 per jaar. Oké. Ongeveer. Dus komen we in de buurt. Ja, dan vastgoed is tegenwoordig duur, hè? Dus ik weet niet of je daar nog een goed huis voor kan vinden. Maar als je daar je leven lekker op kan inrichten en alles wat je er nog bij doet is bonus. Dat is toch fantastisch? Ja, zeker. Dus zeker niet stil willen gaan zitten. Nee, ik ook niet. Dan ga ik dood. Ja, als je stopt met werk, rijd dood. Ja. Oké, ander onderwerp. Volgende vraag. Je favoriete podcast naast het e-commerce café? Ik moet bekennen dat het e-commerce café zo'n beetje de enige podcast is die ik... Ik lees veel, dus ik niet meer ouderwets, maar ik lees al dat online nieuws. Dus misschien moet ik daar dan maar gewoon een aanbeveling voor doen. Tegenwoordig is er een geschreven versie van Jerry Springer, dat heet het Amerikaanse politieke nieuws. En dat is eigenlijk fantastisch, daar volg ik best wel veel van. Ik val van de ene verbazing in de andere over... Wat daar in Amerika eigenlijk allemaal gebeurt. Qua machtsspelletjes en verdraaien van de waarheid en zo. En, fascinerend. Dus volg daar wat van, zou ik zeggen. Oké, dat vind ik wel gaaf. Ga ik zeker doen. Ja. Jammer dat het geen podcast is. Daar zijn vast ook podcasts over, maar ik hou het gewoon bij de online geschreven media. Oké, en de podcast die je dan van mij luistert. Luister je die of bekijk je die op YouTube? Nee, ik luister eigenlijk vooral. Oké. Dus... Dat is heel goed te combineren met rijden en met andere dingen. Zeker. En de auto is heerlijk. Dus het gaat toch om de boodschap. Zeker.
je laatst gelezen managementboek? Ik heb recent, ondanks dat ik er heel vroeg mee begonnen ben, nog aardig bijgelezen op alles op het gebied van Agile en Scrum en dergelijke. Dus daar zitten mijn managementboeken. Een hele rare, waarvan ik dan zou zeggen, nou, die zou ik dan toch echt wel adviseren, is toch gewoon zoiets als de Lean Startup. Ik hoop dat iedereen die gelezen heeft en zo niet, is het heel interessant. Zeker als de Lean Startup. De Lean Startup. Weet je ook van wie het is geschreven? De naam wil ik even... Zorgen wel dat die in de show notes komt. Ja, graag. Maar dat is heel aardig, omdat dat gaat over snel in iteratief werken. Je nog eens heel erg goed herinnert aan de heel veel aannames die je eigenlijk doet in je ondernemingsconcept en de manier waarop je markt benadert en de manier bijvoorbeeld ook waar je naar je bedrijfscijfers kijkt. En zeg van, ja, we hebben heel veel groei. Ja, heb je nou groei in heel veel nieuwe klanten of in het echte omzetvolume wat die klanten doen of hoe vaak ze terugkomen naar je online dienst of wat dan ook. En hoe meet je dat dan wel goed? En dus het is altijd weer goed om even herinnerd te worden aan de enorme hoeveelheid aannames waarmee wij op dagelijkse basis werken en of die dan wel echt terecht zijn. Oké. Okay. Dus, ik ga hem zeker in op mijn lijstje zetten. Oké, Amazon hebben we al helemaal besproken. Ja. Dus hoe lang denk je dat Facebook nog bestaansrecht heeft? Facebook? Als holding lang. Als holding, ja. Okay. Ja. Maar als het ouderwetse platform Facebook? Ik denk dat dat toch een Titanicje aan het worden is. Ja, ja, die zijn aardig aan het instorten. Als je het verschil ziet met wat je in China ziet met zo'n Tencent, wat dan wel van WeChat een allesomvattende dienst en platform mee te maken waarmee je winkelt en dit en dat. Ze hebben Instagram. En WhatsApp. WhatsApp. En dat zijn de richtingen waarop het beweegt. Dus als bedrijf blijven ze relevant. Maar je ziet de afnamecijfers in het gebruik van Facebook en vooral de veroudering van de gebruikers van Facebook. Dus je zag dat ook een beetje met Hives gebeuren. Ja, ja. Nou, Hives is natuurlijk kapot gemaakt door Facebook, maar je zag het wel al een beetje gebeuren. Eerst zag je alleen maar jonge lui erop, toen kwamen de ouders erop, toen de oma's erop en toen ging iedereen erop. Ja, nou, en dat is nu weer. Dus Facebook is tot en met onze generatie, ergens in de dertigers, begin dertigers misschien nog. Tom. En dank je wel. De rest zit op Instagram en niet meer op Facebook. En veel mensen van onze generatie gaan al van Facebook af tegenwoordig. Of lezen passief en plaatsen niks meer. Dus Facebook als platform, dus ook bijvoorbeeld als advertentieplatform en zo, is wel minder aan het worden. Ja, en het schijnt niet meer te betalen te zijn. Als ik in Amerika moet geloven dat die reclamebudgetten voor Facebook, die kostprijs voor Facebook is zo enorm groot. Dat ROI echt enorm terugloopt. Dus ja, nee, maar goed, adverteren op Instagram zal ook niet goedkoop zijn. En anders moet je product placement gaan doen en dan moet je al die influencers gaan aflopen. Ja, precies. Dat is een hele andere tak van sport. En zeker. Dat zal ook niet goedkoop zijn. Nee. Dus ja, je moet daar een mix in gaan vinden. Ja. Oké, dan de belangrijkste vraag. Hoe lang draag jij een spijkerbroek zonder te wassen? Zolang als het kan dat er geen vlekken in zitten, dan moet hij toch echt. Het wordt steeds beter, hè, naarmate hij hem langer draagt. Maar op een gegeven moment mors ik weer ergens iets en dan moet hij er toch aan geloven. Ja. Dus? Is een tijd gemiddeld? Ja, een paar dagen. Een paar dagen? Ja, dat zegt wat over hoe vaak ik iets mors. Oké. Hey, als mensen jou willen bereiken, hoe doen ze dat? Stuur mij een berichtje op LinkedIn. Tom Verdaat, LinkedIn. Ik heb het voorrecht om een unieke naam te hebben. Dus als je mij googelt of op Facebook zoekt of op LinkedIn zoekt, dan kom je één resultaat tegen. Dus ik ben heel makkelijk te vinden. Kijk eens aan. Nou, dat is mooi. En als je het interessant vindt, dan iets hebt gehoord die zegt, wil ik eens een keer over hebben of wat dan ook. Stuur mij vooral een berichtje. Ja. Je hebt het gehoord, mensen. Als je zegt, vond een absoluut K-verhaal, stuur me ook even een berichtje. Ja, dat is ook goed. Ja. Dat is ook wel interessant. Ja, ja toch? Ja. Misschien wel. Ja. Of misschien weet je het dan beter. Ben een beetje oneens, stuur mij eens een berichtje, vind ik leuk. Of kom dan hier zitten en dan doen we het opnieuw. Ja, en dan gaan we een discussie voeren. Ja, dat kan ook. Ja, dat kan ook nog. Prima. Leuk. Nou, Tom, bedankt voor je komst. Bedankt voor de uitnodiging. Ik voel me zeer vereerd en succes met opbouwen. Dank je wel. Ik hoop dat mensen er wat aan hebben. Blijf kijken. Hè? Zeker. Ook naar de volgende. Hey, en het Spellenhuis, bedankt voor de locatie. Ja. Over heerlijke koffie en glaasje water en
ja, vooral de locatie. Ja. Dat we hier even op het gemak hier een podcast op konden nemen. Lekker rustig. Moet je vaker doen. Zeker, ga ik doen. Yes. Hey Tom, bedankt. Jo. Weer bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren voor onze podcast. Geef een aantal sterren die jij vindt dat we verdienen. En schrijf een review met wat jij vindt wat goed ging of verbeterd kan worden. Ga naar e-commercecafé.nl voor de laatste ontwikkelingen en de show notes van deze podcast. En word lid van onze community. Tot de volgende. En tot die tijd, lekker veel online verkopen.